Het paasverhaal met zijn nieuwe tuinman, Jezus, betekent op dit achtergrond een revolutie. Een omwenteling met een nieuwe visie op ons beeld van God en de mens. De weken voor Pasen zijn een periode van bezinning en inkeer. In deze 40 dagen tijd, ook wel lijdenstijd of vaste tijd genoemd, leven christenen toe naar het paasfeest. De docenten van het Doopsgezind Seminarium geven ieder vanuit hun eigen vakgebied een korte reflectie over deze periode. Luister nu naar Christiane Karen, docent voor Bijbelse Theologie aan het Doopsgezind Seminarium. In de dagen dat ik deze opname maak, schijnt de zon. Het is volop lente buiten. Overal ontluikt het groen en je hebt zin om naar buiten te gaan. Het zijn, als het ware, ideale paasdagen. Ook in de dagen dat Jezus stierf en werd begraven, was het lente. En daar was het nog wat warmer dan hier in het noorden. In het evangelie volgens Johannes wordt benadrukt dat het graf van Jezus in een tuin, een boomgaard lag. Maria van Magdala, zo wordt verteld, liep door deze lentetuin. Ze had het graf leeg gevonden en zocht wanhopig naar haar leraar en vriend. Toen ze een man ziet, denkt ze dat het de tuinman is. Maar in een korte en indringende woordenwisseling herkent zij Jezus in hem. En hun liefde, de schrik ook en de opwinding, alles kunnen we in deze woorden tot vandaag aanvoelen. Op vele oude schilderijen van dit paasverhaal is de opgestane Jezus daadwerkelijk met een schop afgebeeld als tuinman. Ik was echt verrast om dat te ontdekken. Het paasverhaal hoort bij de meest moeilijk te bevatten verhalen in de Bijbel. En dat helemaal in tegenstelling tot de passieverhalen. Want gevangen worden, verraad, verhoor en marteling, zelfs zijn onschuldig en gruwelijk sterven. Daarbij worden geen wonderen verteld, er wordt niet over engelen gesproken, niets bovennatuurlijks. Het is een menselijk verhaal dat helaas maar al te vaak voorkomt. Maar dan, de opstanding. Daar in de tuin met het graf in het midden. Het blijft, ja, niet te begrijpen, wonderbaarlijk. Mij herinnert dit paasverhaal aan een ander befaamd tuin in de Bijbel. Helemaal aan het begin, waarvan de schepping verteld wordt. De tuin van Eden. Ook dit is een boomgaard met de twee verboden bomen in het midden. Adam is de tuinman. Hij moet de tuin bewerken en erover waken, zo staat er. U weet hoe dit verhaal eindigt. De mens wordt verdreven uit deze tuin. Zijn poorten zijn voorgoed afgesloten. Vrouw en man, Eva en Adam, hebben van die ene bijzondere boom gegeten. Zij hebben de kennis van goed en kwaad verkregen. Ze kunnen nu zelf oordelen en kiezen. Ze zijn autonoom geworden. Ze zijn zoals God. En dat zegt God zelf, dus hij moet het weten. Het is trouwens een oerverhaal. Dus het wil een visie, een waarheid over de mens op deze aarde vertellen. Die nu geldt en altijd. Dus het fundamentalistische idee dat het toen zo geweest moet zijn, doet dit verhaal veel te kort. Maar dit terzijde. De mensen zijn verdreven en toch blijft er een verlangen naar het paradijs. En zo heet deze tuin met zijn Persische naam. Bij de mens. Waarom?
Er staat nog een tweede, bijzondere boom in de tuin, de levensboom. En God wil niet dat de mens ervan eet en daardoor onsterfelijk wordt. Want dit is alleen voor hem God. En daarom leeft de mens verwijderd van het paradijs. En daarom verlangt zij en hij nog steeds daarna. Als het gaat over de condities van mens zijn, dan lijkt de andere tuin veel meer op ons leven dan de tuin van Eden. Ook dit een lentetuin, schoon, vruchtbaar. Je wordt er blij van, maar met een graf in het midden. Sterven maakt er deel van uit. De levensboom die onsterfelijkheid belooft, maakt geen deel uit van ons leven. Ik weet niet hoe het u vergaat. De meeste mensen en ik ook willen niet per se onsterfelijk zijn. Tenminste dan als je ouder en ouder wordt en alles zich eindeloos begint te herhalen. Maar sterven willen we ook niet. Mensen doen enorm veel om hun leven vast te houden. Letterlijk bijna alles voor de gezondheid. Of voor onze veiligheid. Of we nu heel veel verzekeringen hebben. Of dat we een muur om heel Europa heen bouwen. Of zelfs om jong te lijken. We willen niet graag loslaten wat we denken dat goed is voor mij. Of mijn familie. En dat of het nou over bezit gaat of over aanzien. We houden vast aan ons eigen gelijk. Want als de ander doorzet, dat voelt soms als een stukje sterven. En we gebruiken al onze enorme kennis daarvoor. Heel veel resources die anderen soms moeten missen. Heel wat conflicten ontbranden, omdat mensen voor zich meer of betere goederen willen. De zoektocht naar de levensboom, het gevecht tegen alles wat met sterven verbonden is, hoort bij ons bestaan. Het paasverhaal met zijn nieuwe tuinman, Jezus, betekent op dit achtergrond een revolutie. Een omwenteling met een nieuwe visie op ons beeld van God en de mens. Ik begin met het beeld van God, want het is altijd makkelijker om met de anderen te beginnen. Volgens de evangeliën was God in Jezus aanwezig. En hoe dan ook. Het is, onze denkbeelden zijn anders dan die in de oude dogma's worden overgeleverd. Maar het gaat over presentie. En deze presentie werd bijzonder intens na Jezus dood ervaren. In al de verschijningen waarvan de volgelingen vertelden. En ze vertellen van de grote schrik. Maar desondanks kregen ze moed en kracht ervan. En waren ervan overtuigd. In Jezus wordt Gods wil, zijn koninkrijk, werkelijkheid. En dit is niet een afgelopen zaak. Hij is levendig, meer dan ooit. En daarom noemden ze hem Messias, de Christus. En wat daarin heel bijzonder is, het wordt ja over een kruisiging verteld. Dat was niet alleen een gruwelijke soort sterven voor misdadigers. Het gold ook als een vloek in de Torah. En als je vervloekt bent, dat betekent juist eigenlijk dat je ver van God verwijderd bent. Dus we krijgen hier een geheel ander beeld van God. Als u denkt aan de onsterfelijke God, die dat de mens niet lijkt te gunnen in Genesis. En hier een God die zelf door het sterven gaat. En ook door alle lijden die erbij horen. Ja, die zelfs aan het kruis is. Dus de plek die eigenlijk het meest ver van God verwijderd is.
Dit beeld van God komt overeen met de boodschap van Jezus, van zijn leven. Hij was, en dat is zeker, een mens die niet naar zijn eigen onsterfelijkheid verlangde. De liefde staat in het centrum van zijn woorden en daden. Zich geven voor anderen, vergeven. De grenzen overwinnen zelfs naar de vijanden toe. Niet oordelen is een belangrijk gebod van hem. Dus dat betekent juist niet doen wat we volgens het paradijsverhaal kunnen en waar we zo trots op zijn. Dus oordelen tussen wat goed is en wat kwaad is. Autonoom. Jezus verlangde niet naar de dood. Daarvan ben ik overtuigd. Hij leefde goed als het kon. Hij schoof aan tafel enzovoort. Maar hij was bereid los te laten, ja zelfs te sterven, als dit de gemeenschap diende. Hij wilde het goede bereiken, maar niet door het verzamelen van goederen, van aanzien of kennis. Hij wilde het goede bereiken door het kwaad zelf weg te dragen, door te vergeven en geen geweld in welke vorm dan ook te gebruiken. Zelfs of juist dan niet, als het ging om het goede te bereiken. Is een revolutie mogelijk? Excuses. Revolutie mogelijk ook in het beeld van het mens? Dus een nieuwe tuinman en tuinvrouw. Die niet naar de levensboom, dus naar de eigen onsterfelijkheid zoekt, maar het graf onder ogen ziet. Die in kleine stappen, echt kleine, leert loslaten het eigen gelijk, de eer, carrière. Die kan volhouden in de angst die daarmee verbonden is en in de pijn. Die beleeft hoe leven, vreugde en zin groeit uit verbondenheid, uit liefde, uit gemeenschap en creativiteit. Die kan vertrouwen op de belofte van Pasen. In het sterven, of het nou klein is, in die kleine stapjes, in het loslaten, of groot, als je die dierbaren. Als je zelf moet sterven, ben je niet alleen. Je bent niet alleen in de pijn van het verlies. God, licht, dus liefde, het leven zelf blijft bij jou, juist dan.